allemaal, dames en heren. Als bestuurslid van Mama Lies mag ik deze avond openen. Fijn dat u er bent. Een volle bak. Dat is heel goed voor Mama Lies. Van een uitverkochte zaal had Mieke van Stiphout overigens niet kunnen dromen toen ze de stoute schoenen aantrok en ze bij die knapen erop schepers aan hun jasjes trok. Ik ga jullie vertellen over Nat. Want we hebben natuurlijk wat cabaretiers, hebben we net gehoord. Maar er zijn ook muzikale gasten. En de meeste van jullie, ik heb heel veel bekende gezichten, die kennen mij een beetje. En die weten dat rood toch wel mijn lievelingskleur is als echte rode hoeker. Daarbij heb ik een zwak voor mannen met een uniform. En dan hebben we toch een podium vol voor mannen met een rood uniform. Mag ik jullie applaus voor Tamboerskorps Nat? Dit voorjaar reisde ik 6 weken door Peru en ik verbleef ook een poosje in Ayacucho, waar Mama Alice zit. Ik schreef daar verhalen om mijn thuisblijvers zoveel mogelijk mee te geven van mijn ervaringen. En ik lees u er eentje voor. Het gaat over Sergio, maar in hem over al die kinderen die veel tekort komen. Sergio dus. Als het huisbezoek is afgelopen, til ik mijn rugzak van de grond. De onderkant is nat. Maar laat ik bij het begin beginnen. In dit huisje in Yanama wonen 5 mensen. Een vader, moeder, Sergio en Diana. Diana, net 16 jaar jong, laat ons haar 5 maanden oude baby zien. Jeannette mag het even vasthouden. De piepjonge moeder kijkt verliefd naar het kindje en neemt het weer over. Het is hier, vergeleken met beneden in de stad, waar het altijd 25 graden is, kil. Ik stel me voor hier te moeten wonen, leven. Ik heb het niet echt koud, maar ik ril. Ik vond het wel schoon, hè. Die had ik gezien trouwens, maar ik heb het een keer van de dag gedaan. Hè? Maar die rode jassenpaas hier precies bij, had ik gezien? Ja, ik ben er niet. Het was me goed, hè. Ze trommelnas had niet in de gaten dat de gordijnen open waren. Hè? Ja, ik moet zeggen, ik vond die vaandelzwaaier, zullen we zeggen, de vaandeldrager is dan. Op die kant, dat vond ik de best helemaal. En die trompetist dan, hè. Begreep ik, het gaat voor kinderen in Peru. Dat is heel goed dat die naar school kunnen. En nou, ik heb zelf 4 kinderen. En als er iets belangrijk is, dat die af en toe... weg, even... Voor die ouders is het ook niet leuk als die altijd maar thuis zijn. Dus ik vind het heel goed dat wij hier geld bij elkaar brengen om die ouders ook even een keer... Mede dankzij al deze mensen en dankzij u als bezoeker is de opbrengst vanavond, u weet het inmiddels al 4.500 euro. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar de kansarme kinderen om hen te helpen op weg naar een betere toekomst. Doet u wel allemaal mee.